Zo. Dank jullie wel. Ik ben trouwens ontwerper. En Jorn is interactieontwerper en online strateeg. En we werken bij The Factory. Dat is een redelijk groot internetbedrijf in Groningen. Wij doen zelf geen WordPress. Maar we hebben wel gemerkt dat veel van onze klanten... dat het wel een ideale oplossing is voor een aantal van onze klanten. En daarom zijn we een partnership aangegaan met Pronamic. WordPress specialist uit Drachten hier. En vanuit die samenwerking is ook de vraag gekomen van... Goh, zou jullie eens iets kunnen vertellen over je aanpak en je werkwijze? En dat doen we graag vanmiddag. Een aantal jaar geleden heeft ons bedrijf een behoorlijke verandering doorgemaakt. We waren oorspronkelijk een bedrijf wat denken en doen heel erg gescheiden had. Dan had je een denkproces met een concept maken, designs uitwerken, functionele ontwerpen schrijven. Dan werd het feitelijk over de schutting gegooid naar de developers. En dan zag je 6-7 maanden later een resultaat waar je in het gunstigste geval een beetje blij mee was. Wat wel voldeed aan de functionele specificaties, maar wat niet getoetst was bij eindgebruikers. Nou, door de ontwikkelingen in de markt en de techniek beseften we dat het roer om moest. Dus we hebben denken en doen veel meer geïntegreerd in onze processen, zowel in de ontwerpfase als in de realisatiefase. De klant is onderdeel van het team. We werken nu met multidisciplinaire teams. Klant en eindgebruiker zijn daar onderdeel van. En we werken in korte cycli. Dus we leveren steeds kleine stukjes functionaliteit op die we kunnen testen bij de eindgebruiker, kunnen optimaliseren en dan weer door. En we doen dat volgens de design thinking methode. Ik weet niet, zijn er mensen die dit kennen? Of ja, ik zie een aantal handen. Nou, wat wij gaan doen vanmiddag is kort even uitleggen wat het is. Waarom wij dat zo belangrijk vinden en hoe we dat toepassen. Bij design thinking wordt vaak gedacht aan design. Nou, dat is het niet. Design is wel een onderdeel van het proces. Maar design thinking is het... Het proces om eigenlijk een oplossing te bedenken voor een min of meer complex probleem. Een mooi voorbeeld daarvan is deze. Dat is de Hyperloop. Een concept wat Elon Musk een aantal jaren geleden weer afgestoft heeft. En dat is het. Hij wilde de transportwereld wat sneller, effectiever en duurzamer maken. Dus het is een soort van vacuümbuis waar een capsule met hoge snelheid doorheen geschoten wordt. Gebruikt weinig energie en gaat heel snel, iets van 1000 km/u. Dus het zou een ideale oplossing zijn voor transport van goederen en personen. En van het concept wilde hij een prototype laten maken. En daarvoor heeft hij een internationale wedstrijd uitgeschreven. En daar konden teams op inschrijven en de TU Delft of studenten van de TU Delft hebben daarop ingeschreven. En in een multidisciplinair team van creatieve denkers en doeners op het gebied van engineering en dataverzameling en techniek en ontwerp zijn ze aan de slag gegaan. En ook volgens die methode van steeds dingen bedenken, testen, proberen, werkt het, doormeten, aanpassen en weer doorgaan. Uiteindelijk heeft dit prototype ook gewonnen. En ze zijn nog steeds bezig met de doorontwikkeling daarvan. De fases die in design thinking voorkomen zijn... De eerste fase is begrijpen. Dat is een beetje een analysefase van ga op zoek. Kruip in de huid van de eindgebruiker. Verzamel zoveel mogelijk informatie en data wat relevant is. En vanuit of met die informatie ga je dan ideeën genereren. En dat kan zo breed mogelijk en zo gek mogelijk als het maar kan. Het is gewoon spuien van ideeën. Van wat zou een goed idee zijn voor de oplossing van het probleem. Niet elk idee is even goed. Niet elk idee is ook haalbaar. Soms zit je met budgetten. Soms zit je met techniek die niet mee wil. Sommige ideeën kun je prima combineren. Uiteindelijk is de bedoeling dat je tot 1 of hooguit 2 ideeën komt. Waar je dan een werkend prototype van gaat maken. Feitelijk is dat een basisversie van je oplossing. En die ga je testen bij eindgebruikers. En met de input die daaruit terugkomt, kun je je prototype weer gaan verbeteren, aanpassen, wijzigen, optimaliseren.
In het eerste geval zul je opnieuw moeten beginnen als het idee niet zo goed blijkt te zijn, maar dat heb ik nog niet meegemaakt. Centraal bij design thinking, altijd de eindgebruiker in het achterhoofd van wie is mijn eindgebruiker en wat is zijn of haar behoefte. Commitment en samenwerking, erg belangrijk. Creativiteit en vooral ook nieuwsgierigheid. Je moet blijven vragen stellen aan je proces, aan je product, aan je oplossingen. Van doe ik samen met de goede dingen bezig of zou het nog anders kunnen? Zou het nog beter kunnen? En het is goed om te beseffen dat design thinking ook een lineair proces, of geen lineair proces is, maar een circulair proces. Waarin je steeds door, de vorige talk kwam het ook al even te sprake van, je maakt iets, je bedenkt iets, je past het aan, je kijkt of het werkt. En zo in die cirkels ga je steeds verder en wordt het product steeds beter. Je moet dat ook doen met een bepaalde mindset. Je moet vooruit durven kijken. Heel vaak leunen wij op onze ervaring uit het verleden of op onze kennis over dingen. Maar soms is het ook goed om even verder te kijken. Dit is een voorbeeld van een bemande drone eigenlijk, waar Uber mee bezig is. Die wil een taxi-model voor steden maken gebaseerd op de drone, maar dan personen daarmee vervoeren van A naar B. Dit is ook wel een leuke. De ongemakkelijkheid soms van het nog niet weten van een oplossing als je ergens mee begint. Dat je denkt van, ik heb geen idee waar dit heen moet. Ik kan een beetje onzeker voelen, maar het is ook een uitstekende uitgangspositie om ergens mee te beginnen. Omdat je ook wel heel erg open bent voor allerlei input daardoor. En je moet een beetje vertrouwen op het proces dat gaandeweg ook de goede oplossingen van daarboven zullen gaan komen. Visualisatie is ook erg belangrijk om uit je hoofd te komen. Heel veel ideeën zitten wel in een hoofd, maar het begint pas te leven en het wordt tastbaar als je daar uiting aan geeft. Het kan een schets zijn, het kan een bouwwerkje zijn, maakt niet zoveel uit. Op het moment dat het tastbaar en zichtbaar is, gaat het ook leven en krijg je de discussie over en krijg je aanvullingen. En dan wordt het een heel dynamisch proces. Ja, doen. Vooral doen, de beste manier van denken. Wij hebben een beetje een achtergrond van vanuit het Griekse denken eigenlijk van de ratio is belangrijk. Het gaat om debatteren, overleggen, vergaderen, veel praten. Maar de beste manier van leren is doen. En dat is een van de basisdingen zeg maar, van design thinking ook. En tot slot, fouten durven maken. Zijn in onze cultuur ook niet heel, wordt gauw afgestraft. Het begint al op de basisschool met CITO-toetsen en met, dat gaat later door. Dus fouten maken mag eigenlijk niet. Maar als je terugkijkt naar hoe een peuter lopen leert, dat is met vallen en opstaan letterlijk. En er zal geen ouder zijn die zegt van, goh, je doet het fout, want je valt. Nee, dat is juist een hele natuurlijke manier van leren en jezelf ontwikkelen. Voordat ik het woord aan Jord ga geven, wil ik jullie nog even een filmpje laten zien waarin voor mij alles van design thinking eigenlijk bij elkaar komt. Het is best wel een indrukwekkend filmpje, maar wat daarin centraal staat is het commitment en het vooral doen. Dat wil ik jullie laten zien. I don't believe that you can fix someone. That was never my goal here. Daniel was 14 when the bomb hit. Hiding behind a tree saved his life. But after losing both of his arms, he said he wished it hadn't. He had lived 2 years without arms. Daniel is just one of over 50,000 amputees left in the wake of the bloodiest war Africa has ever known. The plan was to go to Sudan and 3D print prosthetic arms for Daniel. But that was just the beginning. We wanted to leave his village with the tools and knowledge of how to create these prosthetics long after we had gone. This is going to be the hand that we work on for Daniel. I still pinch myself the fact that I was able to teach a group of people to print. Many who had never worked with computers before and never seen a 3D printer before
and I taught them how to make arms. That's what technology has the potential to do. I have a process. And the process is you commit, and then you figure out how the heck you're gonna do it. The second I saw the story about Daniel, I didn't need to reread it. When you look at a picture of a boy with bandaged stump arms, I mean, what do? You just, oh, that's too bad, and close the computer and go to bed? What do? You can't put the pieces back together in someone else's life. But maybe if we print them new pieces, they'll start to learn to put them back together themselves. Nou, Theo gaf het net al aan. Theo heeft net uitgelegd, wat is design thinking? Maar ja, waarom zou je het nou gaan toepassen? Een van de redenen waarom wij bij de Factory het zijn gaan toepassen is deze situatie. Wie van jullie staat wel eens voor een groep om een idee of iets te pitchen of een probleempje te etaleren? Nou, wel aardig wat mensen. En hoeveel van die mensen, waarvan is het idee dan ook weer in de koelkast beland? Ja, ik heb ongeveer gelijk aantal. Dat is helaas ook inderdaad al een beetje aan de orde van dag. Het heeft ermee te maken dat je namelijk op het moment dat jij voor zo'n groep staat, ja, jij hebt een probleem waar je in verdiept hebt en jij hebt een oplossing bedacht. Alleen, het is niet hun probleem, het is niet hun idee. En design thinking kan je daar gewoon heel goed bij helpen door dat probleem aan te pakken, door het multidisciplinair te gaan doen. Je hebt vaak ook nog te maken met een derde punt, dat is dit namelijk, is dat weet je, apisch gedrag. Er zitten meestal wat mensen die wat hoger in rang of wat hoger betaald zijn en meestal passen de mensen in de zaal zich aan de mening van die persoon. Dus dat kan ook nog weer van invloed zijn waardoor uiteindelijk jouw idee in de koelkast belandt. Multidisciplinair, co-creëren, dus wat je gaat doen, je gaat met z'n allen over het probleem buigen. En daarbij praat je zo over verschillende mensen. Dus het vorige praatje komt ook al even aan bod. Je kan developers erbij vragen, mensen uit de business, je kan eindgebruikers betrekken. En ook door te gaan kijken van, hey, ik neem wat besluitvormers mee in het proces, heb je gewoon het grote voordeel dat die een onderdeel worden van het hele proces en daardoor ook ambassadeur worden van je idee wat je uiteindelijk gaat uitwerken. Dit is zo'n andere. Op het moment dat je jezelf heel diep in een probleem gaat storten. Iedereen kent dit gevoel wel dat je soms denkt, hoe ga ik hier in vreedzaam doorheen komen? Hoe ga ik dit uitwerken? Het blijft gewoon een feit. Wij zijn allemaal super intelligent. Alleen op het moment dat we hele grote complexe problemen moeten oplossen, zijn we gewoon niet goed in staat om dat zelf te kunnen doen. Ja, tenzij je Einstein heet, maar dat zijn de meeste van ons helaas niet. Dus ook dat werkt, design thinking werkt hier gewoon heel goed, want je hebt namelijk gewoon meerdere mensen met verschillende invalshoeken en door die ideeën weer te mixen en matchen, krijg je uiteindelijk gewoon vaak een best wel logische, simpele oplossing. En tot slot, een reden waarom wij het heel vaak deden is omdat je vaak bij complexe situaties zit, complexe problemen, is dat degene die er een besluit over moet nemen, die ziet er best wel een strategisch risico in. Het is vaak een grote sprong die je moet nemen. Je hebt geen enkele bewijsvoering dat wat je waarmee je komt, dat het ook echt gaat werken. En daardoor kan het best wel zijn dat iemand zegt, nee, laat maar, dat gaan we niet doen. Ja, en het is al vaker naar voren gekomen. Door in kleine stapjes te doen is het risico gewoon veel lager. En is het eigenlijk best wel logisch om gewoon wel te gaan beginnen en elk treetje weer omhoog te komen en zo jezelf steeds te verbeteren. Nou, hoe doen wij dat bij de Factory dan? Wij hebben uiteindelijk, we zijn op een gegeven moment, ik denk, ja, het is al een paar jaar geleden, dat een collega die kwam met een blogje van Google Ventures. Google Ventures is de investeringsmaatschappij van Alphabet, die dus investeert in start-ups. En ja, wat natuurlijk het belangrijkste doel is van Google Ventures, is om te zorgen dat zo'n start-up zo snel mogelijk doorgroeit. Dus ja, goede ideeën voor nodig.
Zij hebben wat design thinking methodieken gepakt van IDEO, onder andere een van de grote firma's die leading is in dat in die denkwijze en de Stanford Design School. En ze hebben dat tot een toch best wel behapbaar proces gebracht. Het heet een design sprint. En dus je gaat dus eigenlijk die stappen, die Theo zo straks al noemde, ga je in 5 dagen ga je die met de klant ga je daar doorheen. En op die manier probeer je tot een goede oplossing te komen. Hoe doen wij dat dan? Nou, dat is eigenlijk super simpel. Je hebt een team nodig. Dit plaatje zegt het eigenlijk ook al meteen. Je hebt een multidisciplinair team nodig. Dus je hebt minimaal 4, maximaal 8 mensen van de klant. Dat is vaak wel een ideale setting. En belangrijk is dat je deels analytische mensen hebt, deels wat creatieve denkers. Eigenlijk heb je dus gewoon die smeltkroes van mensen nodig om tot resultaat te komen. Vergeet dus inderdaad ook niet om mensen die dus betrokken zijn bij besluitingsprocessen, vaak mensen in hoger management bijvoorbeeld, mee te nemen. Dat kan je gewoon ontzettend helpen, zeker als je bij grotere klussen zit, om uiteindelijk een ambassadeur in je team te hebben. Nou, wat dan belangrijk is, Theo gaf het net ook al aan, dat het soms een heimlich dat je nog niet weet wat je moet doen. Bereid de klant daarop voor, de team, dus dat ze een rollercoaster ride tegemoet gaan. Het is ook echt zo. Ik bedoel, Theo en ik hebben denk ik meerdere keren na een tweede dag in de design sprint al in de auto gezeten en elkaar aangekeken van ik heb nog geen idee waar dit naartoe gaat. En op een even manier komt het de derde dag toch altijd wel weer op zijn pootjes terecht. Nou, hoe werkt zo'n design sprint dan dus in die 5 dagen? Nou, de eerste dag het begrijpen. Je gaat allereerst wat allerlei opdrachtjes doen. Eén daarvan is de pre-mortem. Dat ziet er wat luguber uit, maar eigenlijk ga je gewoon iedereen vragen. Oké, stel je nou voor, wetende dat jij hier bij dit bedrijf werkt. Wat zijn in jouw ogen nou de zaken waardoor dit plan kan gaan mislukken? Dan krijg je vaak al super nuttige inzichten van waar mensen bang voor zijn, wat technische beperkingen zijn. Allemaal hele nuttige insights, waardoor je uiteindelijk die je van tevoren mee kan nemen. Nou, de klantreis kwam al vorig praatje ook al naar voren. Dus ik weet niet of dezelfde mensen in de zaal zaten. Wij gebruiken klantreizen ook heel vaak om even duidelijk het proces in kaart te brengen. Zeker als buitenstaander is het wel handig om mensen even weer mee te nemen die al langer bij een bedrijf werken. Maar hou er even rekening mee. Dit is waar je eindgebruiker eigenlijk allemaal doorheen gaat. Dus wat voelt hij, wat denkt hij, dat soort zaken. Hoe doe je dat dan vervolgens? Ja, wij doen dat altijd heel pragmatisch. Je ziet, je hebt een raam en post-its en daar heb je voldoende aan. En je gaat eigenlijk die klantreis, ga je gewoon bij langs en je laat iedereen alle ideeën die hij heeft, alle pijnpunten die een klant kan hebben, alle juiste nuttige zaken die iemand zou kunnen helpen, ga je gewoon met z'n allen brainstormen en opplakken. En gewoon hartstikke nuttige informatie. Daarnaast kan je kijken naar gebruikersinterviews als ze er zijn. De data, dus echt de Google Analytics, de insights, hoe worden de pagina's bekeken. Allerlei andere rapporten, informatie die nu nuttig kunnen zijn. En dan pas ben je eigenlijk echt in staat om goed te gaan kijken naar wat je probleem is. En het belangrijkste is om dan dus ook echt even te verdiepen van naar het probleem achter het probleem. Vandaar ook dit plaatje. Want ja, je kan gaan kijken naar de motor die niet draait. Maar het kan ook best zijn dat er iets anders aan de hand is. Nou, dan hebben we pas dag 1 gehad. Dus je kan wel nagaan, dan ziet je hoofd eind van dag de meeste teamleden er ongeveer zo uit. En dat is ook echt wel, het zijn zware, inspannende dagen. Goed slapen en de volgende dag weer fris blik tegemoet gaan we ontdekken. En op die dag gaan we eigenlijk al wat meer bezig. Dus gaan we het schetsen van belangrijke flows. Dus waar gaat een klant, hoe gaat hij door de website heen? Wat zijn zaken die belangrijk zijn? Je gaat allerlei leuke opdrachtjes doen, zoals de toptaken analyseren. Maar ook de designprincipes. Dus bijvoorbeeld, verzin 3 woorden. Waar moet het product nou echt aan voldoen? Dus moet het gebruiksvriendelijk zijn of moet het vrolijk zijn? Het kunnen allerlei dat soort woorden zijn. En je krijgt vaak juist van de mensen waarvan je het niet zou verwachten. Dus bijvoorbeeld techneuten die aanhaken, krijg je vaak echt de meest nuttige input op dit vlak. Dus echt, ik kan niet goed genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om die multidisciplinaire teams gewoon samen te stellen. Andere leuke opdracht is bijvoorbeeld de first tweet. Dus hoe zou een publiek wat voor het eerst met je product in aanraking komt, wat zou die twitteren erover? Vroeger moest je dat natuurlijk lekker compact 140. Tegenwoordig hebben we alweer dubbel aan de teleurgang van Twitter, een dubbel aantal karakters. Dus het maakt de opdracht ietsjes moeilijker. Nou, en dan heb je alweer een volle dag erop zitten.
En dan hebben we altijd dag 3, de beslisdag. En dan ga je pas echt in de verdieping met z'n allen schetsen en uitwerken. En ga je dat mixen en matchen doen. Dat ziet dan een beetje zo uit. Het leuke is dat heel veel klanten roepen dan van tevoren, ja, maar kan helemaal niet tekenen en maakt er wel niks uit. Het zijn vaak de mensen die roepen dat ze niet kunnen tekenen, die de prachtigste schetsjes maken. En je gaat dat soort zaken ook allemaal getimeboxed doen. Dus je gaat hele leuke opdrachten doen, zoals bijvoorbeeld, dat noemen we crazy eten. Dan moet je proberen om in 5 minuten 8 ideeën te schetsen. Nou, het is mij nog nooit gelukt om 8 ideeën in 5 minuten te schetsen. En dan word ik geacht creatieveling te zijn. Dus dat is, het is heel erg leuk. Wat leuk, je vervolgens ga je al die ideeën ga je aan elkaar pitchen en mogen mensen stemmen en ga je die ideeën weer vervolgens bij elkaar gooien en kijken van ja, dit was heel nuttig, maar als we dit nou combineren daarmee, en daar wordt nou echt vaak, daar zit ook wel de kracht, daar wordt je product gewoon beter van. Nou, dan hebben wij de prototype dag. Eigenlijk ga je dan proberen in 1 dag een prototype te maken. Dat kan heel divers. Je kan iets heel simpels doen op de achtergrond. Gewoon paper prototypen. Dus gewoon papieren schetsen maken van de flows. En mensen gewoon zeggen van waar zou jij op klikken? Nou, ik zou hierop klikken. Nou, vervolgens pak je het volgende velletje. Maar je kan ook verder gaan. We hebben voor een klant hebben we WordPress bijvoorbeeld heel nuttig ingezet. Omdat je WordPress redelijk snel iets neer kan zetten. Hebben we gewoon een thema gepakt. Hebben we een beetje geskind. En hebben we een prototype in WordPress gemaakt. Om vervolgens te kijken bij eindgebruikers hoe ze daarop reageren. Nou, en dat ga je op de laatste dag doen, de testdag. En dan komt eigenlijk het moment dat je je kindje de wereld in moet, dat je moet gaan laten tonen en door moet zagen. Want het is soms best wel heftig, ook al, we vragen altijd meestal 5 of 6 testpersonen om naar het product te laten kijken. En je hebt van tevoren heb je gekeken van oké, welke aannames willen we nou echt toetsen. En dan kom je soms verbazingwekkend dat je dus met 5, 6 personen, is toch wel de stoelpoten soms onder delen van je concept gewoon om vandaan gezaagd kunnen worden. Maar het is super nuttig om te doen, want daarmee, voordat je echt fysiek iets gebouwd hebt, heb je dus al getoetst of het ook gaat werken of niet. Je ziet, wij doen het altijd op hele verschillende manieren. We hebben zelfs eye-tracking tools. Voegt soms wat toe, niet altijd. Maar het belangrijkste is dat je gewoon echt gaat testen. Want ja, dat scheelt je gewoon uiteindelijk onder de streep gewoon een hele hoop geld. Je hebt vaak gewoon, normaal gesproken zou je anders al druk bezig zijn geweest met functionaliteiten bouwen die wellicht helemaal niet nuttig zijn, worden gevonden door je eindgebruikers. Dus, design thinking is dus niet zozeer ontwerpen, maar gaat echt om de behoeften van mensen. En het gaat om denken in mogelijkheden. En heel belangrijk dat je ook zoveel mogelijk inspiratie probeert te zoeken. En dus die modus vooral van denken naar doen. En daar is dat schetsen gewoon heel erg nuttig in. En ook durven fouten te maken en daarvan te leren. En dat is dus zeker ook het testproces. Nou, waarom doen wij dat? Multidisciplinair. Het geeft ontzettende focus omdat je het in een aantal dagen doet. Je zorgt dus voor dat gedragen idee wat ik eerder al aangaf. Laag risico om het te doen. En je hebt gewoon bewijsvoering. Je hebt een getoetst concept. Nou, en hoe doen wij dat? Door je dus allereerst in te lezen in de methodiek. Belangrijke, go with the flow. Gewoon laat alles gewoon overheen komen. Ga het gewoon doen. Wij zijn er ook een aantal jaren geleden als bedrijf mee begonnen. Heel veel schrijven en schetsen. Mixen en matchen. En ik zei het net al. Ga wel gewoon testen. Ik bedoel, het is heel verleidelijk om op een gegeven moment aan het einde van dag 3 of dag 4 te zeggen van ja, dit is zo gaaf. Dit kan niet anders. Dit moeten we nu gaan maken. Maar ja, je moet dat gewoon echt wel gaan testen. En op het moment dat je dat niet doet, heb je gewoon kans dat je de plank toch al mis hebt geslagen. En blijf ook testen. Want om ook maar weer af te sluiten met een quote. When something is made idiot-proof, they'll just make better idiots. Want dat is gewoon echt waar. Nou, en dat was het praatje over design thinking zoals wij het toepassen. Dank jullie wel. Volgens mij is de talk aan de andere kant ook nog niet afgelopen, dus daardoor hebben we nog wel wat tijd voor vragen. Zijn er in de zaal vragen? Ik was benieuwd naar met wat voor type mensen jullie dan testen. Of dat eigen personeel is, of waar halen jullie die mensen vandaan? Is dat van tevoren al bekend? Want binnen 5 dagen echt gebruikers of potentiële gebruikers werven lijkt me best kort dag.
Of hoe doen jullie dat? Ja, we informeren de klant meestal. Hè, ze weten dat ze zo'n proces ingaan. Dus heel vaak doen we het al. Geven ze al van tevoren aan van hey, we willen ook echt gaan testen. Dus dan gaat de klant er al over nadenken. En in een vriendenkring of echte klanten vragen. Maar we hebben het ook wel eens anders gedaan. We hebben een busje, zeg maar, een Volkswagen busje, waar we de faciliteit hebben om te testen. Dus soms weet je van tevoren welke mensen je nodig hebt, als het heel specifiek is. Maar soms kun je ook de straat op gaan, of in een winkelcentrum. Dan laat je het zien aan mensen die voorbij komen van, goh, wil je even meekijken, wil je even hier doorheen klikken. Nou. Dus het hangt wel een beetje vanaf hoe specifiek de vraag en de behoefte is. Maar we hebben wel de mogelijkheden om dat in die korte tijd voor elkaar te krijgen, ja. En daar moet je ook niet te moeilijk over doen. Het is, laat het bij wijze van spreken aan je oma zien als dat ook als zij onder de doelgroep valt. Ja, waarom niet? Ik bedoel, kan hele nuttige input leveren. Dus dat moet je gewoon ook niet schromen om het niet te doen. Ja. Okay, dankjewel. Ja, ja ik heb op mijn studie heel veel over design thinking geleerd. En dan leer je dus in de theorie. En je leert dan dat je design thinking vanuit een probleem moet doen. En dat je eigenlijk nog niet aan een oplossing mag denken. Maar in de praktijk merk je dat klanten natuurlijk bijkomen van, hey, ik wil een webshop. Hoe gaan jullie daarmee om? Voor sommige dingen is het niet handig om deze methodiek van die 5 dagen bijvoorbeeld te gebruiken. Als het helder is wat er gedaan moet worden, dan gaan we dit niet inzetten. Wat we wel altijd inzetten zijn de principes die erachter liggen. Hè, wat we al zeiden van, iteratief leren en denken, zeg maar. Dus het hangt wel een beetje van de vraag en de complexiteit van het probleem af. Het is niet altijd even handig om deze methodiek te volgen. En wat is dan een voorbeeld wanneer je het wel gebruikt? Met welke vraag komt de klant dan bij je? Wat hadden we bij bij CV vakmensen was dat? Dat ze op zoek waren naar vooral de jongeren. Die heeft een oudere doelgroep in hun ledenbestand. En die zijn op zoek naar van hoe kunnen wij jongeren benaderen of bereiken. En wat zijn de aanknopingspunten met jongeren? En dan heb je echt wel zo'n design sprint nodig om erachter te komen van hey, hoe kunnen we die betrekken in het proces. Ja. Zijn er nog meer vragen? Nou, dan wil ik nog een laatste applaus voor Jorn en Theo. Hartstikke dankjewel. Ja.